huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, minister Sergio Akimboto, heeft meermaals de noodzaak voor het opzetten van een delfstoffenindustrie benadrukt. Hiertoe is er reeds een aanzet gegeven. Met de minister en de heer Clyde Griffith, hij is projectmanager Delfstoffen Instituut Suriname, hebben wij een gesprek hierover. Minister Akimboto, meneer Griffith, welkom in ons midden. We gaan met de minister beginnen. Minister, u heeft meermaals de noodzaak voor het opzetten van een delfstoffeninstituut benaderd. Al geruime tijd is de aanzet hiertoe gegeven. Hoe ver is het ministerie nu met de activiteiten die moeten resulteren in het opzetten van dit instituut? Nou, op dit moment hebben we een aantal voorbereidingen getroffen. Het projectteam is in place. Daarvoor is meneer Clyde Griffith aangetrokken om het proces, het traject te leiden tot het komen tot het opzetten van het Delfstoffeninstituut. Financiering is geregeld, is goedgekeurd vanuit de Wereldbank. Daarnaast zijn we bezig om natuurlijk de structuren in elkaar te zetten, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat gebouw wat je zal zien van Mineraal Instituut is slechts het klein deel. Het inhoudelijke, technische opzetten van het instituut, dat is waar we nu mee bezig zijn om dat voor te bereiden en klaar te maken. En wat zal de meerwaarde zijn van zo'n delfstoffeninstituut voor de mijnbouwsector? Nou, in het algemeen, in samenleving, als je een samenleving wil ordenen, is het de vereiste dat je sterke instituten hebt die kunnen monitoren, die kunnen processen begeleiden, naleving, noem maar op, sanctioneren, waarderen en rewarden wanneer het niet goed werkt of wanneer het goed werkt. Zo ook moet je dat zien. Het opzetten van het Delfstoffeninstituut Suriname, we zijn er een paar jaren bezig in de mijnbouwsector, de komende tijd zeker nog. Dan denk ik dat het belangrijk is dat we die dergelijke instituut moeten opzetten. Het is niet iets nieuws, in de wereld, landen hebben het al in place. Wij hadden toen GMD die bezig was in die mijnbouwsector zelf, dataverzameling, onderzoeken. Maar nu willen we dat op een hoger niveau tillen, zodat je ook als land in staat bent te voldoen, een stukje beleid te formuleren. Maar niet alleen maar ook een sterke instituut die de overheid zal adviseren bij onderhandelingen. Die zal onderzoeken, die zal controleren, die zal monitoren, die zal data verzamelen. Een heleboel zaken vanuit een georganiseerde hoek, een instituut, om het zo te noemen, waarbij je dat een stukje beleid kan doen. Het draagt ook bij, u weet dat we sinds kort, sinds 2017, nee eerder zelf, 2015 of 2016 bezig zijn met het traject van EITI. We hebben ons tweede rapport recentelijk opgeleverd. En dat allemaal bij elkaar zal ook ondersteuning werken om die sector te ondersteunen. Eén, het zal betekenen dat je informatie hebt op een centrale plaats waar je data kan halen. Een centrale plaats waar je kan gaan voor adviezen. Een plaats waar je kan gaan om de procedure te volgen van die mijnbouwsector, de afspraken die er zijn. Een plaats van waaruit ook sturing kan gegeven worden wanneer mensen zich houden aan afspraken en niet houden aan afspraken binnen die sector. Dat komt erop neer waarom het belangrijk is om een Delfstoffeninstituut te hebben in je land. Meneer Griffith, de minister heeft zo'n beetje al uitleg gegeven waarmee het instituut belast zal zijn. Maar vanuit uw positie, uw functie, want u bent projectmanager, met welke activiteiten zal dit orgaan zich bezighouden? Het Delfstoffeninstituut, de bedoeling daarvan is onder meer een regulering van de mijnbouwsector. Dat betekent dat we de concessies, zoals we dat kennen, aanvragen zullen wij afhandelen. Maar ook de monitoring die zal op een gedegen manier moeten plaatsvinden. Daarnaast zullen we ook adviserend zijn aan de minister, die dan het beleid uitstippelt. Daarnaast zijn er een paar andere activiteiten, onder andere ook research, die moet gaan beginnen. In de beginjaren van de GMD was dat een van de sterkste zaken die de GMD toen had. Maar dat is gaan vervallen. Maar nu willen we dat weer gaan opzetten. Waarom? We vinden research belangrijk omdat we ook contracten willen aangaan met multinationals. We willen de mijnbouwsector een beetje gaan diversificeren. We hebben bijna 100 jaar bauxiet gehad, we hebben aardolie, we hebben goud nu. Maar we willen ook andere mineralen, delfstoffen, een beetje gaan exploiteren. En daarvoor zal het Delfstoffeninstituut ook moeten zorgen dragen. Ja.
En hoe zal dat plaatsvinden? Oké, dus je moet zich vanuit gaan, er is research. Op dit moment er is braakterrein. In de praktijk zijn er een paar geologen of het instituut naar het instituut naar het veld gaan. We zullen data verzamelen en terugkomen en kijken, weet je, en dat hangt er vanaf welk delfstof dat is. Dat we dat in winbare proporties kunnen, hoe noem je dat, kunnen verkopen eigenlijk, hè, kunnen marketen. En op basis daarvan dan internationale, in ieder geval multinationals aantrekken. Dat is eigenlijk die meerwaarde. Want nu hebben we like, 2 goudbedrijven, maar we kijken ook naar een koperbedrijf, een diamant, die is in trek. Ja. Maar daarnaast ook andere, weet je, bauxiet. Bauxiet die is ook nu een belangrijk item. En we hebben laatst gehoord over een mogelijke gasvondst. Als dat in commerciële waarde gewonnen kan worden, kunnen we misschien een bauxiet in West-Suriname gaan exploiteren. Maar hebben we diamanten hier in Suriname? Ik denk van wel, heel veel. Er zijn rapportages al sinds de 20e eeuw, begin 20e eeuw, dat er diamanten voorkomen zijn. En er zijn investeerders die geïnteresseerd zijn, maar die komen niet zomaar. Die zijn simpel uit geluiden die er zijn. De diamantindustrie begint langzaam op gang te komen. Er zijn mensen die op dit moment exploreren. We kunnen helaas nog niet exploiteren omdat we nog niet zijn aangesloten. Bij die we hebben nog geen Kimberlite certification. Dat is nu gaande. Maar er is wel potentie. Ja. En Suriname heeft genoeg know-how om dat te exploiteren? Dus we zijn learning. Ik zei het al, de GMD zoals hij is begonnen, had heel veel top experts door de jaren heen. En door allerlei omstandigheden is dat een beetje gaan verwateren. Research is op de achtergrond gegaan. En de GMD is voornamelijk meer een werkarm geworden van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Maar de mensen zijn gemotiveerd. We hebben in Suriname wat kader die van de universiteit komt. We hebben ook een mastersopleiding, Mineral Resources, die ook geologen levert, die we mogelijk kunnen aantrekken om dit alles te realiseren. Ja. We gaan terug naar het Delfstoffen Instituut. Welke groepen zullen direct en indirect baat hebben bij dit instituut? Nou, de totale samenleving Suriname, maar ook buiten Suriname, ik kan specifiek zijn. De regering, de overheid, die zal vanuit een dergelijk instituut adviezen ontvangen. Over onderhandelingen, over voornemens, plannen, input om lange termijn planning te maken over een bepaald mineraal of een bepaald segment uit die mijnbouwsector. Sowieso het bedrijfsleven. Onderzoekers, studenten die bezig zijn met onderzoek, maar ook zeker wel buitenlandse investeerders. Wanneer je een goede database hebt, een databank hebt met voldoende deskundige expertise in huis, kan je dan ook uitspraken doen, je kan prognoses maken, je kan analyses maken waar investeerders toch naar uitkijken om hun geld in te stoppen. Dus ik denk dat het lokaal, zowel lokaal als internationaal, organisaties betrokken in die mijnbouwsector allemaal baat bij zullen hebben om die informatie, maar ook de totale samenleving een beetje inzichtelijk en informatie krijgen over wat reilen en zeilen binnen die mijnbouwsector. En welke voordelen zal dit alles hebben voor onder andere de regering? Nou, sowieso dat stukje wat ik zei, beleid, je kan beter beleid maken, maar in andere en dergelijke Delfstoffeninstituut kan je ook wel hebben dat jouw royalties regime, dat is wat je moet ontvangen uit die sector, kan vastleggen en bijhouden. Natuurlijk zal het ministerie van Financiën daar ook een rol hebben, want die moet uiteindelijk gaan ontvangen. Maar dan kan je ook matchen, je data matchen, want het gaat erom dat alle bruikbare informatie, relevante informatie uit die sector, centraal wordt geplaatst binnen een dergelijke Delfstoffeninstituut. Dat vraagt natuurlijk ook wel dat je kader in huis moet hebben. En vandaar dat we ook pleiten dat het Delfstoffeninstituut een zelfstandig orgaan wordt. Dat in staat is te verdienen om zo technisch kader all over the world aan te trekken. Jonge Suriname deskundigen aan te trekken om inderdaad te draaien zoals het moet draaien.